Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag. Met nog eens 3 doden te betreuren, 10 mensen op de intensive care en 34 personen die behandeld worden in de ziekenhuizen, laat blijken dat onze gezondheidszorg weer de druk op zich heeft. Zij hebben hard voor ons gewerkt, geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is een beetje is heel moeilijk, maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten. En mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID. Afgelopen zaterdag vond in het district Brokopondo de kick-off plaats van de Libilanga vaccinatiecampagne. Arts van de medische zending Thompson Dansu was ook aanwezig in de functie van regiocoördinator Brokopondo en Oost-Suriname. Het kost aardig wat moeite om de tribale gemeenschap zo ver te krijgen zich te laten vaccineren. Maar door goede communicatie en motivatie lukt het wel om de mensen over de streep te krijgen voor een prikje. Ik noem het een kritisch succesfactor voor ons omdat als ons wanneer bij de vaccinatiecampagnes, bij de voorlichtingscampagne, dan de eerste vraag die komt, maar zijn jouw personeel gevaccineerd? Mensen willen eerst zien als wij, als voorbeeldfiguren die de zorg biedt, zijn wij ook ready en gevaccineerd. Dus daarom vind ik dat het een heel bijzonder moment is, omdat de bevolking hebben gezien dat onze personeel wordt gevaccineerd. Na een paar weken misschien als voorbeeld kunnen ze zeggen, de mensen zijn veilig, ze hebben bijna geen bijwerking gehad, dus ze gaat ook bereid zijn om het vaccin te willen nemen. De voorlichting is al gestart, bijvoorbeeld in dit district. We zijn huis aan huis gegaan om met de mensen te praten. We hebben ook het traditioneel gestart benaderd. Maar we willen de voorlichting op een andere manier doen. En die andere manier doen is bijvoorbeeld, we willen eerst het traditioneel gestart achter ons hebben. We willen de gemeenschap ook overtuigen dat wij hebben zelf ook het vaccin genomen en we zijn veilig. En op die manier, als we deze twee zaken meenemen, dan kunnen we meer succes boeken. Dus die beelden, die testimonies om de mensen te bewijzen dat de voorlichting is veilig. Ik bedoel, de vaccinatie is veilig. Daaraan moeten we veel werken. Het is hetzelfde beleid die we hebben. Daar hebben die gezondheidswerkers ook zijn begonnen. Maar wat er wordt gezegd is dat nou, we willen van onze traditionele gezag horen als we mogen het vaccin nemen. Dus die stappen moeten we heel intensief gaan werken. Want van onze kant, de medische zending staan we al klaar. Maar we moeten ook van de helft van de traditionele gezag krijgen. Ook van de DC en andere actoren. Het streven is precies als de nationale streven. We willen 80% van de bevolking vaccineren. Dus als deze kant ook wordt 80% kunnen vaccineren, zijn we heel blij daarmee. En natuurlijk, we rollen het langzaam uit aan de hand van de nationale beleid. Eerst die 60-plussers, die frontlinie workers, die 60-plussers. Dan gaan we mensen 40 jaar en naar boven met onderliggende ziekte. En zo langzaam gaan we het uitrollen. Maar het streven is om de 80% van de bevolking in het binnenland ook te laten vaccineren.
Het streven is om 80% van de Brokopondo-gemeenschap te vaccineren, zegt de regio-coördinator. Een bijzondere dag voor Brokopondo, zegt Maureen van Dijk van de medische zending. Vanwege de uitbraak van een derde golf in ons land is besloten om de kick-off vaccinatie in het binnenland in klein verband te doen. Vanwege het feit dat we niet willen dat we tijdens het vaccineren mensen moeten opschuiven omdat ze geswapt moeten worden. We willen dat wij die de anderen vaccineren het doen in een veilige werkomgeving. We willen dat onze mensen die vaccineren, maar ook onze mensen die de boodschap brengen voor het vaccineren, in de gemeenschap, binnen onze werkplek, elders, dat zij het ook op een veilige manier kunnen doen. Vandaar dat we zeggen, eerste om te vaccineren is ons personeel. So we need to protect ourselves first. We hebben niet alleen personeel van Bronsweg, maar ook van Poli Brokopondo, Powaka, Redidoti. Het is nodig dat zij, net als anderen zoals ik, op 12 maart gevaccineerd, dat zij ook die prik krijgen. De Caribische waakhond van de COVID-19 vaccinaties in de regio is de Pan American Health Organization, de PAHO. Vertegenwoordiger in Suriname is mevrouw Karen Lewis-Bell. Geen privilege, maar een recht van iedere Surinamer om de vaccinatie toegediend te krijgen om zo weerstand te bieden aan ernstige ziekteverschijnselen die een COVID-19-infectie met zich meebrengt. Access to COVID-19 vaccines is not a privilege for a few people, but a right that we all share. And we know that COVID-19 vaccines protect against severe disease, hospitalization, and death. And those who are most at risk for these situations and at high risk of acquiring the disease, such as you, healthcare workers, the elderly, and adults with underlying conditions such as diabetes, kidney disease, hypertension, should all be prioritized for vaccination. COVID-19 vaccines, like all other vaccines, will save lives. And eventually, we hope that the vaccine will be able to stop the pandemic. As of yesterday, some 190 countries, territories, and areas have administered over 700 million doses of the COVID-19 vaccines. And not one of those persons have died from COVID-19 disease. And this is since the first country vaccinated only 4 months ago. The first country to start the vaccination was United Kingdom, and they started in December. So in just 4 short months, we have vaccinated over 700, well, we have administered over 700 million doses, because some of those are actually second doses. It has now been 1 year since Suriname confirmed its first case of COVID-19. And already the country has recorded 9,265 cases and somewhere around 180 deaths. So if you consider in less than 10,000 cases, 180 persons have lost their lives. These are mothers, grandmothers, fathers, brothers, sisters, aunts, somebody's relatives. Think of how many family members have been left to mourn the loss of these persons, which really could be prevented. And so for every 1,000 persons in Suriname, 16 persons have already been infected. And that is what we know of, because we know that some persons don't present with symptoms. They may have a mild infection, and so they may not seek health care. So this 9,000 is only those that we are aware of. The expectation is that this situation will become worse, especially as we now know that those three strains or these three variants of concern that we know are more easily spread from person to person and have been associated with more serious illness, all of those strains have now been identified in Suriname. And so the expectation is that we will see an increase in cases,
Suriname is probably on the brink of going into their third wave of this outbreak, where the cases could probably be even higher than we saw between December and February of this year. Wereldwijd zijn er momenteel meer dan 133 miljoen COVID-gevallen gerapporteerd en meer dan 3 miljoen doden. Heel wat landen maken nu de derde golf mee. En ook Suriname is niet bespaard gebleven. De aantallen geïnfecteerden zullen stijgen. De Mohana-maatregelen werden door de PAHO-vertegenwoordiger nogmaals ernstig benadrukt. Wear je mondkap, was je anu regelmatig en hou 1,5 meter afstand. Globally, there are now more than 133 million cases of COVID-19 reported and some 3 million deaths from this disease. And as I said, many countries are now experiencing their third wave and seeing an increase. We were very hopeful at the beginning of the year because for the first 6 weeks of this year, cases and deaths were going down. But certainly for the last 6 weeks, the cases and deaths have started to increase again. And so the expectation is that Suriname will not be left out. Suriname will see an increase in cases and deaths as well. COVID-19 is a serious disease. I'm sure that many of you know of people who have been infected or even know of people who may have died from this disease. And so it is even now more important for persons to be vaccinated since we have these variants. But as Dr. Maureen said, even though persons will get vaccinated, we have to remember that we still have to wear our masks and wear the mask properly, cover both the nose and the mouth. We also have to continue to keep a physical distance of at least 1.5 meters apart from each person. And we have to remember to frequently wash or sanitize our hands. So far, 5% of the population of Suriname has been vaccinated against COVID-19. And until there are enough vaccines for everyone to be vaccinated and for a large proportion of the population to be vaccinated, the risk of acquiring the disease or transmitting the disease will remain. Vaccines, however, still remain a critical tool in the prevention of this disease and the fight against COVID-19. And as more and more vaccines come on the market, and the expectation is that certainly by the second half of the year, countries will be able to access more doses of the vaccine, we are hopeful that in the near future this pandemic will be under control. De vaccinatietrein heeft nu ons deel van het Amazone regenwoud bereikt. En dat is een mijlpaal, zegt Dr. Rakesh Gayadar-Sukul. Hij is de directeur van het ministerie van Volksgezondheid. Het belangrijkste ministerie wanneer het gaat om de bestrijding van COVID-19. Laat je vaccineren. Go take your vaccinatie. Na morgen gevaarlijk variant DU in Mindri. Suriname gefeliciteerd. MZ gefeliciteerd. En PAHO is joining us, supporting us, so PAHO also congratulations. Because now the vaccination program reached the Amazon rainforest. This Bronsweg is also part of the Amazon rainforest. And we are congratulating ourselves, everyone, the population of here, the local population of here also, with this milestone to come here and reach the people, reach to the people and vaccinate all to protect everyone. We hebben ons doel bereikt, want dat is het belangrijkste. Je vaccineert om niet dood te gaan aan COVID-19. So, what I said, Dr. Karen, is we are getting the vaccination only to prevent the mortality, also severe disease for sure, but the mortality, because that is the public health threat in the world. That's why this infection lifted. It's lifted by the WHO and the PAHO as a public health threat and a pandemic. And such a pandemic that even in 100 years of our humankind, we didn't have such an impact. So, daarom vaccinatie werkt. Vaccinatie zorgt ervoor dat mensen niet doodgaan aan COVID-19. Het bewijs is er. We moeten altijd uiteraard rekening houden. Het vaccineren
Die is een techniek dat al langer dan 100 jaar bestaat. En het zorgt ervoor dat jouw lichaam weerstand gaat opbouwen. Dat is dus iets medisch. En bij het medische kan je altijd, we moeten rekening houden met heel veel zaken. En daarom hebben we de screening. Na de screening word je geprikt en daarna word je geobserveerd. Omdat we weten van, hey, we moeten rekening houden met een aantal zaken. Dus ik zou iedereen stimuleren, laat je vaccineren. We concentreren ons nu op de 60-plussers en de 40 tot 60-jarigen met chronische aandoeningen. En vooral nu zou ik zeggen, go for it. Want we have 3 dangerous strains also in our midst. And 2 of them we are very, very aware that they are being transmitted very fast. They are also very dangerous, een hogere mortality rate. Dus laten we voorzichtig blijven, want onze populatie is helemaal nog niet beschermd met 5%, maar we willen naar 80%, 90%. Want als je 80% hebt en we hebben 100 mensen hier, dan zijn 80 mensen zo'n beetje, hebben ze al weerstand en is de kans klein dat je elkaar gaat kunnen besmetten. Maar als we 5 maar zijn, dan gaat de besmetting nog verder. En daarom dit goed in de gaten houden. Onze mond- en neuskap door blijven gebruiken. Het is van cruciaal belang dat het vaccineren in Suriname onverkort door blijft gaan, zei de volksgezondheidsdirecteur. Hij deed een beroep op de PAHO-vertegenwoordiger om er alles aan te doen dat wij voor het eind van dit jaar ongeveer 20% van onze landgenoten hebben gevaccineerd. Afstand houden, handen wassen met zeep, handen blijven desinfecteren. Dat gaan we even nog door moeten gaan, want aan het eind van 2021 hebben we waarschijnlijk maar 1/5 van onze populatie gevaccineerd. We hopen dat met de hulp van PAHO. We hope to have end of 2021 at least 20% of our population vaccinated with the help of PAHO. And if we vaccinate 20%, at least we would like to have 15% of the vulnerable pieces, peoples being vaccinated, so that we see that the death rate is being influenced. So that we zien dat minder doden gaan vallen. Dus laten we even, we zijn nog niet veilig. Ik wil iedereen op het hart drukken. Nog een denk je me vaccineerbaar, dus mijn mondkap noem maar gaan doen. Nee, Ugodoro, eventjes geduld. Ik weet dat ik eventjes geduld bij je kom zo, maar eventjes geduld. We komen eraan. We komen eraan. En daarom vraag ik ook de hele gemeenschap nog geduld, want we hebben te maken met een paar onzekere zaken. In Manaus hebben we de beelden gezien waarbij zoveel mensen, zelfs jonge kinderen, zijn doodgegaan. Mensen gaan naar fabrieken om zuurstof te kopen voor hun geliefden. Ziekenhuizen vol. Denk niet dat het een far from my bed show is. Denk dat niet. Echt waar. Want we hebben een fragiele gezondheidssysteem. We hebben heel veel uitdagingen, met onze financiële uitdagingen, ook als een basis daarvan. En daarom zeg ik, wees voorzichtig, laten we even doorgaan met de maatregelen. Vandaar dat wij zeggen van, hey, 2 weken, we gaan even voorzichtig zijn, omdat de kinderen nu wat in de gevoelige populatie zitten. Even voorzichtig, laten we ervoor zorgen dat die derde golf, die eigenlijk naar mijn inziens en naar wat velen ook menen, zich heeft aangemeld, laten we het vroegtijdig aborteren. Laten we het vroegtijdig naar beneden laten gaan. Dan zijn we een beetje stukken veiliger. En dan kunnen we eigenlijk nog een beetje veilig met elkaar nog omgaan. Maar deze zaken moet u even in de gaten blijven houden. Ventilated Area, kijk zo mooi. Wat een goede organisatie. Geweldig, pluimpje voor medezending. En ik wil jullie feliciteren. En ik wil jullie nogmaals dankzeggen voor jullie heel zware bijdrage. Mijn team, meneer Gokul is hier van het Nationaal Vaccinatieteam ook, Nationaal Immunisatieprogramma. Gefeliciteerd, jullie zijn hier gekomen. We weten dat we een heel goede team hebben. De mensen werken dag en nacht. We praten, er zijn veel teleurstellingen ook. Mensen begrijpen het soms niet. Maar we gaan ervoor en we kunnen altijd zeggen van, hey,
hoe kunnen we dit aanpakken? Er zijn heel veel vraagstukken, er zijn heel veel drempels. Maar de mensen hebben hun schouders onder het werk gezet en gewerkt. En dat moeten we wel waarderen. Dank u wel. En zo zijn we ook weer voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Zoals al is aangekondigd, gaan we het komend weekend in een total lockdown. Ga nu om je boodschappen te halen en wacht niet tot het laatste moment. Zo zorg je ervoor dat je in een enorme drukte terecht kan komen waar de verspreiding sneller kan plaatsvinden. Wees voorzichtig en let goed op elkaar. Hou je ook aan de Mohana-maatregelen. Alleen zo kunnen we samen weer gezond worden. Utang boom!